Hoi allemaal en welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Voor als je nieuw bent, welkom bij Santje. Ik ga weer wat leuks haken. Jullie snappen er waarschijnlijk geen pal van. Dus, wat we gaan maken in deze geweldige video, ik ben zo excited, is we gaan een tas haken van een anti-slipmatje. Ik heb hier drie geweldige kleuren voor me, wat uit de bak kwam en ik denk, oh mooi, prima, gebruik ik. En deze slipmatje, die is best groot. Het is gewoon een douchematje. En als ik hem dubbel vouw, ik ga hem even meten, zodat jullie het weten. Ik ben weer super handig bezig vandaag. Echt mijn topdag. 30. En... nou, dus ongeveer 30, 40, 45 centimeter. Twee keer, dus twee keer 45 centimeter. En andersom, hij is wat groter. Even denken hoor. Dit is ook 30 en ook 30, 40, 45 centimeter. En dat twee keer. Maar hij is langer in de lengte. Kijk, dit is langer. En dit is korter. Dus dit is 1 keer 65 centimeter. 45, sorry. En die andere is 2 keer. Dus ik ga hier een hele mooie tas van maken. En hoe ga ik dat nou doen? Ik heb haaknaald nummer 3. Nou, past perfect bij de kleur. Al moet ik het zo. Het lijkt oranje op de video. Maar het is een beetje peachy-achtig. Maar het ziet er. Ik vind het wel heel grappig. Want het ziet er nou echt knaloranje uit. Maar het is peachy. Het is peachkleur. Maar ik vind het op zich wel. Ik vind het echt heel raar. Peach-oranje. Nou, hoe gekker wil je het hebben? Maar goed, hoe gaan we haken? De matjes die hebben vierkantjes. Zo en zo. Dus je moet zelf gaan beslissen hoe je wil gaan haken. Omdat ik de tas zo wil gaan maken. Dus het wordt een lekkere grote tas. Zodat er lekker veel in kan. Ga ik het zo maken. Dus ik leg hem ook dubbelzijdig neer. En ik ga dan hier beginnen. En dan zo naar boven. Ik ga hem even dubbel leggen. Zodat ik erbij kan. Want anders dan kom ik er niet eens bij. En... ik moet zelf ook nog een beetje gaan uitvinden, mensen. Want dit is voor mij ook de eerste keer. Ik heb het niet opgezocht. Ik dacht gewoon in mijn hoofd, hé, hey, leuk, gaatjes, kan ik doorheen haken. Maar toen bedacht ik me een keer, hoe dan? Hoe moet ik het in vredesnaam doen? Why? How? Maar goed, ik denk, what the heck. Ik ga het gewoon proberen met jullie samen. Dus, ik dacht net, voordat we de video begonnen, als je je haaknaald zo erin doet... heb je dan kan je hem er zo doorheen haken en kan je hem zo haken. En dan kan je iedere keer verder. Dus ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Ik ga met roze beginnen. Ik denk, hé, hey, waarom niet, toch? Ik heb een standaard. Waarschijnlijk dat je hier ook dat boek ziet. Daar staat die. Er staat een beetje op mijn laptop, zodat ik hem goed kan laten zien wat ik doe. Want de zwaarte, hij is bedoeld voor om je nek. En ik heb hem gekocht op AliExpress. Maar omdat ik echt een nieuwe nodig had, die andere die stond hier, zeg maar. Die hing zo over tafel. Deze hangt er nu zo over. Dus vandaar. Maar goed, we gaan beginnen. En ik weet niet zo goed of ik nou aan de achterkant of aan de voorkant ga beginnen. Maar ik denk dat ik aan de achterkant ga beginnen. En ik ga eigenlijk, ik wil een stukje overlaten zodat ik het kan naaien. Want ik wil hem natuurlijk gaan dichtnaaien. Dus ik denk dat ik ongeveer 3 randen... dat ik hem dan voorbij. Dus in de vierde rand ga ik hier haken. En ook hier in de vierde rand. Dus dat wordt nog eens wat met tellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Laten we zeggen dat ik hem hier ga haken. Dus in dit hoekje. Dus ongeveer 4 bij 4 laat ik over. Zodat ik die rand mooi vast kan naaien. Hoe ga ik doen? Dit doen. Ik heb geen idee. Maar we gaan gewoon beginnen. Ik kan wel nog langer blijven lullen. Maar jullie denken, we willen haken. Snap ik. Oké. Ik heb hem nu aan de bovenkant. Dus hier heb ik nou het touwtje. En ik ga naar het vakje die ervoor staat. Dus hier zie je het roze dingetje. En ik ga naar die. Daar haal ik hem erdoor. Ik weet dus niet of dit gaat werken, lieve mensen. En nu kan ik bijvoorbeeld dus niet...
een omslag maken, want de draad zit eronder. Dus ik ga er nu al doorheen. Dus je maakt in principe eigenlijk iedere keer maak je halve vastes. Als ik het dan goed begrijp voor mezelf. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben, mensen. Ik ben maar wat aan het doen. Maar dit is dus wat je dan uiteindelijk krijgt. En dat iedere keer per rijtje, denk ik. Ik kan niet weten. En als je hem erdoor haalt, moet je nog een keer met je haaknaald erdoor. Want anders lukt het niet. Maar op zich, en die andere, die ga je er straks langs doen. Dus op zich zou het moeten kunnen op deze manier. Maar ik ga het even anders doen. Ik ga de haaknaald omdraaien. Zo. Dus ik ga de haaknaald ga ik met de haak ga ik naar boven doen. En hij is niet scherp, zie ik. En als hij naar boven is, doe ik hem zo erin. Dan haal ik de draad eromheen en trek ik hem naar boven. Draai ik hem om. Heb ik nog geen goede draad. Oké. Zo. Ik doe ook maar wat, lieve mensen. En haak niet te strak, merk ik al, want hij gaat bol staan. Zoals je net al zag. Dus dat is wel een beetje, ja. Ik vind het wel geinig eigenlijk zo. Je hebt een keer haken met halve vastes alleen maar. In plaats van de hele tijd met vastes. Want alles wat we haken is altijd of met vastes of met stokjes of met halve stokjes. Dus ik vind het eigenlijk best wel een grappig ideetje zo. En wat ik al zeg, je moet extreem los haken. Dus mijn vinger zit op dit moment ook zo. Ik hou hem niet zo, ik hou hem echt zo. Zodat ik hem kan vasthouden. En meer ook niet. Het is puur dat ik het gewoon het touwtje wat kan handelen. Ik vind het echt zo raar. Maar het is wel een keer wat anders. Ik vind het wel wat grappigs hebben. En zoals je ziet, hij is al een beetje bol aan het trekken. Dus je moet echt erop letten. Haak zo losjes mogelijk. Want hoe strakker je gaat haken, hoe kreukeliger die wordt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En zo ga je eigenlijk verder. Het is zo makkelijk dit eigenlijk. Zo gek. Dat eigenlijk zoiets eenvoudigs zo makkelijk kan zijn. En het ziet er ook eigenlijk best wel gaaf uit. Je hebt gewoon één rechte lijn. En wat je dan kan doen, dat ga ik dan dadelijk doen. Ik ga twee lijnen doen. Dus twee van die roze en iedere keer twee van die streepjes, denk ik. Want dan heb je een wat dikkere lijn. En dan heb je niet heel veel verschillende kleurtjes. Want anders denk ik dat je een dikteverschil krijgt. Nou, ik ga dat ding weer omdraaien. Zodat hij naar mij gaat leunen. En ja, dat is het ook eigenlijk wel. Ik vind dit zo grappig. Hihi. Oh, geweldig dit. Ik vind het eigenlijk best leuk zo. Je moet wel een beetje nadenken dat je de touw niet iedere keer te strak doet. Want dat is wel echt het dingetje. Ik denk van, ik wil alles heel mooi strak en niet te strak doen. En dit moet je enorm los doen. Maar wat ik dus nu zie is, ik ga recht. Ik volg precies die ene lijn. Maar hij gaat hier, zoals je ziet, gaat hij iedere keer dikker worden. Maar dat komt omdat hij niet goed is afgeknipt dan. Dus mocht je zo'n badmat willen kopen, dan moet je zorgen dat hij goed wordt afgeknipt. Want ik weet wel, op sommige markten, in sommige regio's, die verkopen dit ook op deze manier los. Maar dan moet je dus echt gaan vragen, mocht je dit willen kopen op zo'n markt, of ze dat heel goed per dingetje willen knippen. Want anders dan heb jij dadelijk een probleem. Kijk, ik kan, ja, wij kunnen hem dan wel recht haken. Maar als hij hem niet recht doet, zie je daar een verschil. En gelukkig met het naaien zie je dan geen verschil. Maar met dingen wel. Dus dat is een beetje mijn punt, zeg maar. En dit doe je zo makkelijk. Ik vind het zo grappig. Ik kan er blijven zeggen dat ik het grappig vind. Maar ik vind het ook echt heel grappig. Dat je van een badmat dadelijk een tas gaat haken. Geniaal eigenlijk, hoe je dat zo kan bedenken. Nou ja, ik had het toevallig ergens gezien. Want je kunt het ook met een andere badmat doen. Dat zal ik nog een andere keer laten zien. Maar dit is eigenlijk best wel geinig eigenlijk. Ja,
Je bent lekker snel klaar. Je moet heel erg opletten met dat je heel loshaakt. Dat is wel heel erg belangrijk. Maar je bent in principe, heb je zo'n rijtje gedaan. Kijk, want ik ben nu al bijna bij het einde. En dan gaan we een nieuw rijtje beginnen. Ik moet dan ook nog gaan bedenken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat ik hem gewoon ga omdraaien of zo. Dat je dan zo zigzaggend gaat haken. Dan krijg je ook verschil met hoe die haakt. Of ik zou twee keer zo moeten doen en dan twee keer zo. En dan iedere keer op en neer. Dat zou ook leuk zijn, denk ik. Oké, wat ik dus nu ga doen, is ik ga tellen. Want ik moet dus vier ervoor moet ik ongeveer stoppen. Maar nu ga ik ongeveer gokken. Dus je hoeft in principe niet per se te tellen. Maar ik moet dus hier ongeveer nou stoppen. Je moet dus ongeveer zo'n stukje overlaten. Nou, wat ik dus nu eigenlijk ga doen, is je kunt hem natuurlijk gaan omdraaien. Maar dat, ja, dat ga ik niet echt doen. Dus ik ga hem nog een keer door hetzelfde gat doorhalen. En daar haal ik hem er dan doorheen. En knip ik hem af. Zo. En die haal ik aan de achterkant er doorheen, zodat we daar geen, zodat we er niet meer hoeven aan te denken. Ik vind het nog steeds gek dat mijn nagellak oranje is op de film en hier een beetje peachy. Dat vind ik nog steeds heel gek. Kijk, en dan krijg je dit wel, maar dat verzakt uiteindelijk wel, dus dat komt wel goed. Oké, wat ik dus al zei is, ik ga nu een tweede ding beginnen. Dus ik ga nu hier weer precies hetzelfde doen. Deze laat je gewoon zitten. Die gaan we dan uiteindelijk vast naaien aan het einde. Bedenk ik me ook zo in één keer. Maar nu gaan we dus met het tweede rand beginnen. En dat vind ik eigenlijk best wel een beetje eng. Hier zijn we natuurlijk één blokje ervoor begonnen. Maar ik wil hem natuurlijk er strak op hebben. Want er hoeven geen dingetjes los te zitten. Dus je moet één vakje erboven beginnen. Dus hier zijn we begonnen met dit vakje. En daar moet ik nou gaan beginnen. En deze badmat had ik toevallig ergens gewoon liggen. Vraag me niet waarom, maar ja, ik had hem gewoon. Ik denk, hé, daar kan ik wel iets mee maken. En toen bedacht ik me in één keer een tas. Nou, en nu wil ik dus eigenlijk gaan kijken hoe dat gaat vormen als ik eenmaal bezig ben. Oh, wat grappig. En deze kun je dus uiteindelijk aan elkaar gaan knopen. En dan zit hij in principe ook vast. Eigenlijk ben je hier best wel snel mee klaar. En dat zeg ik volgens mij ook al 3 keer. Maar ik ben gewoon ik ben heel enthousiast gewoon. Ik zit me ook af te vragen hoe dat er uiteindelijk gaat uitzien als we dus alle kleurtjes zo doen. Want nu zit het heel strak op elkaar. En dat is wel erg mooi om te zien. En doordat we wogwijken. Kijk, als je dikkere haaknaald gebruikt, dan denk ik dat die en niet door het gat kan en dat het niet mooi wordt getrokken. Maar je moet dus echt op letten om heel losjes te haken. Dat is enorm belangrijk, want zodra je strak gaat haken, zie je dus het verschil uiteindelijk. Dat de badmat gaat trekken dan. Dus dat is wel, kijk maar, want hier is hij al gaan trekken. En trek hem nou wel iets losjes, maar dat heeft geen zin. Want ja, hij gaat gewoon naar de normale vorm. Dus dat is wel even heel belangrijk. En iedere keer ga je een blokje opzij. Maar ja, je gaat dan eigenlijk bijna 1 centimeter opzij. Dus je hoeft niet iedere keer meer die vast te staken. Als ik daar weer normaal ga haken, dan zou ik denken, poeh, wat duurt dit lang. Terwijl er bij de mat, dat is echt heel snel gedaan. Snappen jullie wat ik bedoel? Ik hoop het. Nou, deze rij ga ik in ieder geval afmaken. En als ik klaar ben, dan kom ik terug en dan gaan we weer verder. Oké, ik heb de camera heel even verswitcht, omdat mijn laptop een beetje kuren kreeg. En ik dacht, ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ik zal hem even wat draaien, zodat je wat meer. Want jullie, ja, de zooi aan die kant, dat is niet belangrijk. Want dat is weer voor een ander project. Ja, het gaat super goed vandaag. Ik ben zo blij met deze dag, maar niet heus. Oké. Blijf. Oké, nou blijft hij wel weer. Maar goed, ik ben bijna bij het einde gekomen, zoals jullie zien. En ik wilde gaan afhechten met jullie samen. En met een nieuwe kleur gaan beginnen, uiteraard. En hier is hetzelfde als bij de andere. We stoppen ook aan de binnenkant. Dus hier hebben we net begonnen geëindigd. En nu ga ik hier eindigen. Dus ik doe eigenlijk precies hetzelfde zoals net. En ik ga weer een knoopje maken.
En die haal ik er dan weer doorheen. En zo krijg je uiteindelijk allemaal knoopjes. Ja, boeien, denk ik. Maakt mij niet zo heel erg veel uit. Ik moet wel zeggen, het wil niet echt meewerken. Het is lastig om te haken. En ik merk dat hij buigt alsnog. Of je nou strak of los haakt. Want nu zie je ook al, hij krult een beetje voor mij doende. Dus ja, dat is een beetje tegenslaagje. Maar dat maakt niet uit. We komen er wel. Oké, we gaan het volgende kleurtje pakken. En het volgende kleurtje gaat worden, ik denk groen en dan geel. Of zal ik het zo doen? Nee, ik denk dat dit leuker is. Dus ik ga nu de groen erbij pakken. Ik heb enorm veel groen. Want ja, ik vind het zo'n mooie kleur. En nu zijn we aan deze kant begonnen. Maar nu ga ik dus aan de andere kant beginnen. Dus ik ga hem omdraaien. Moet ik even oppassen met alles dat niet alles gaat verplaatsen. Zo. Dus we gaan aan deze kant nu beginnen. Moet ik zeggen dat ik wel het wat lastiger vind. Want normaal haken we aan die kant. En dan gaan we zo met de dingen mee. Maar nu haken we aan de andere kant. Maar hé, dat lukt ons wel. Dus net zoals hier kun je zien dat ik hiervoor ga ik ook weer in deze beginnen. Dus je gaat iedere keer ga je zo die trapjes op en af. Vind ik wel leuk op zich. En dan heb je ook een klein effectje. Zo. En uiteindelijk kun je ze dan een beetje met elkaar. Zag je dat ik die andere bij pakte? Oké, wat ik nu al gelijk merk is, ik vind dit lastiger. Waarom? Hier heb je een langer stuk. En dan gaat het niet zo goed mee als bij die andere kant. Dus dat vind ik al gelijk een minpuntje. Maar ik wil wel dat juist de effecten erin blijven. Dus dit is voor mij wel belangrijk. Dat ik denk van ja, er moet wel echt zien dat er kleine details in zitten. Want dat vind ik juist leuk aan dit haken. Dus ik ga gewoon mijn best doen. Ik vind het wel echt heel grappig dat het zo op elkaar zit. Ik weet niet of jullie dat begrijpen of zien, maar hier scrolt hij ook alweer een beetje. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig om het zo te zien. Alleen ja, ik kan het nu heel moeilijk gaan vasthouden, want omdat ik steeds meer omhoog ga, moet ik hem dus eigenlijk gaan krullen om erbij te moeten komen. En daar word ik eigenlijk niet zo vrolijk van. Ho, ik pak nu een verkeerde. Nee, toch niet. Huh? What's happening? Nou ja, maakt niet uit. Dus hoe gaan we dit oplossen voor onszelf? Om het wat makkelijker te maken. Ja, ik ga mijn arm sowieso aan de onder doen. Net zoals dat je aan het borduren bent. En dan met mijn duim werk ik dan maar ook een stukje mee of zo. Oh, en ik kan dit ook natuurlijk zo kronkelen. Dat gaat misschien nog makkelijker. Ja, dit is ook allemaal voor het eerst, jongens, voor mij. Dus ik moet allemaal maniertjes gaan bedenken dat het makkelijker wordt. Maar omdat je iedere keer een centimeter omhoog gaat, is het ook lastiger, kom ik al achter. Maar goed, hé, dat maakt niet uit. Kijk, want nu zie je hier, deze gaat die kant op en deze gaat die kant op. Dus dat vind ik eigenlijk wel alleen maar leuk. Ik vind het wel heel erg grappig zo, zelfs. Zo kan je dus dingen gaan herbruiken. En ik denk, als je op AliExpress krijgt, dat je dan ook wel van zulke dingen kan vinden. En ik ga er nu een hele grote tas van maken, maar je kunt ook zeggen, ik ga er een hele kleine tas van maken. Dat kan ook. Maar doordat, oh wacht even, doordat ik kreukel zie je nou wel dat hij niet echt meebeweegt. Maar dit blijft wel gewoon hetzelfde. Dus ik denk dat het op zich niet zo heel veel uit moet maken. Dat het aan het kreukelen is. Tenminste, dat hoop ik. En ik hoop ook niet dat, want die gaatjes die er zitten, het is natuurlijk van plastic, maar ik hoop dat dit niet gaat scheuren. Dus daar moet ik wel heel eventjes rekening mee gaan houden, denk ik. Voordat het dadelijk misgaat. Oh jongens. Wat heb ik mezelf aangedaan? Ja hoor, San is weer bezig met haken. Kijk, en hij gaat nu schuinen. Dat wil ik juist niet. Terug. Oké, ik ga het even proberen op mijn schoot. Om te kijken of dat makkelijker gaat. Want dan kan ik vanuit de onderkant kan ik werken. Hopsakee.
Ja, kijk, dit gaat wel makkelijker. Ik ga ten eerste even een lamp aandoen. Ik zie... Het is nog niet heel laat, maar ik heb wel het idee dat ik niet zoveel kan zien meer. Waar heb ik mijn haaknaald nou weer? Zoek de haaknaald. Oké, iedere keer een andere positie, maar nou heb ik het. Ik ga vanuit hier ga ik zomaar haken, denk ik. Ik ga het proberen. Want ik kan geen betere manier bedenken. Oh, verschrikkelijk. Waarom wil nou niks meewerken? Kom op, mensen. Nee, kom op, spullen. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Oké, poging nummer 560. Nee, ik zie daardoor dat ik dit... zeg maar, ga kreukelen al. Dus eigenlijk moet ik eronder zitten. Oh, mijn konijn is het er niet mee eens. Mijn konijn zit in mijn kamer. Wat veel te warm is voor dat beestje. Dus ik sla hem op mijn haaknaald. En ik haal hem erdoor. That's it. Mensen, dit is echt... enorm vervelend. Kijk, want je ziet hier, het trekt heel helemaal. Dat wil ik juist niet. Oké, ik heb mezelf weer wat aangedaan. Zo. Blijf zitten. Ja. Oké. Ik ga mijn konijn weer even buiten zetten, want hij wordt nu vervelend. Omdat hij dus te lang binnen zit. Maar ja, ik vind het zo zielig om nou buiten te zitten met die 38 graden. Oh, wacht. Ik zie dat dit op zich ook wel helpt. Ik moet proberen om de haaknaald wat losser te krijgen. Maar... het werkt wel. Dus het is een beetje... ja, een beetje zoeken. Maar je ziet wel dat dit alweer iets te los zit. Dus ik ben het hier nog niet zo heel erg mee eens. Maar ja, ik wil het wel op deze manier, want daardoor krijg je juist een leuk effect. En dat wil ik eigenlijk zo behouden. Maar dat snappen jullie wel. Knoop, niet graven, schat. Hij heeft een heel leuk huisje gekregen van mij. En hij ligt er echt wel in. Maar soms vindt hij het ook leuk om erin te gaan graven. Maar het is natuurlijk van wol, dus dat gaat kapot. En dan geef ik hem een tik, want dan mag je niet. Het is net zoals bij honden, zeg maar. Het is net een hond, joh. Dat helpt op zich wel. Dus dat is een beetje... Oké. Ik hou deze wat strak en dan trek ik hem omhoog. Eens kijken of dat werkt. Oké, ik denk dat ik vanuit deze kant... ja, zo ga ik werken. Dan pakt hij natuurlijk die ene niet. Nee, ik wil geen andere. Ik pak dus iedere keer, omdat deze te strak is gedaan, net, wil hij niet meewerken. Dus dat is ook een beetje, ja, zo vermoeiend. Maar ja, je wilt het er wel voor over hebben, toch? Tenminste, ik wel. Ik wil wel, die effecten wil ik juist blijven zien. En volgens mij zie je er daar geen ene moer van. Maar hé, hey, als we eenmaal op de helft zijn, dan moet het wel lukken, denk ik. En nu wordt het ook wel steeds makkelijker weer. Maar het is nou net dat hij, ja, je trekt hem naar je toe en dan is hij weer te strak. Want nou, hij trekt weer helemaal krom. En dat wil ik juist niet. Dus dat is een beetje mijn dingetje, zeg maar. Even konijn uit het hok, want, of uit het huisje. Hij sloopt de hele boel. Ik heb ook zo'n koelingsmat gekocht voor hem. Nou, overreed het maar hoor. En mocht je weten waarom ik nou in één keer over konijnen praat? Ja, sorry. Ik heb het ook altijd over alles. En daar hou ik wel van. Oké. Hij gaat steeds strakker. Why? Ja, omdat hij waarschijnlijk niet zo losjes nou wordt gehaakt natuurlijk. Want als ik, kijk, want als ik hem hier er doorheen moet halen, dan pakt hij dus de bovenkant niet. Hij trekt dus vanuit de onderkant. En dat wilde ik juist niet. Maar ja, hè? We hebben het er maar weer voor over.
Oké, ik geloof dat ik bijna klaar ben. Ik hoef nog twee of drie dingetjes. Dus ja, ik hoef er nog twee. En dan zijn we er weer. Oh, jongens, toch. Waar ben ik aan begonnen? Oké, ik ben klaar. Ik ben geëindigd bij datzelfde dingetje weer. Dus ik ga hem naar binnen toe. Ik ga hem er weer doorheen halen. En ik ga hem afhechten. En dit ga ik eigenlijk ook weer bij ronde 2 doen. Dus ik ga nu. Kijk. Nou, dat is toch best mooi. Zo. Het strak trekken valt op zich nog wel mee. Het ziet er erger uit, maar daar als we hem gaan naaien, dan zal hij waarschijnlijk wel wat beter mee gaan werken. Dus ja, nou ja, we gaan weer door naar de groene. Oké, ik ga nu weer met de groene beginnen. En ik ga weer de boven. Want ik heb hem net weer eronder gedaan. Dus ik ga hem nu weer dwars erboven doen. En hopen dat het nu wel beter gaat. Ben bang van niet. Maar hey, we zullen zien. En we gaan weer rustig verder haken. Kijk, in het begin is het makkelijk omdat je hem kunt vasthouden. Maar dadelijk wordt het niet meer zo makkelijk, ben ik bang. En ik merk, omdat het best stroef spul is, dat hij daardoor ook best wel tegengehouden wordt. Dus je mag ook best wel echt goed aan het dingetje trekken, zodat je wat meer wol mee krijgt. Want anders is het niet te doen. Want je mag best wel echt een goede losse lus hebben, zodat hij niet ultra strak gaat trekken. Want dat merk ik heel erg, dat hij daardoor strak gaat trekken. Maar op zich is het wel, ja, het is te doen. Nou, ik ben nu bij dit gedeelte en het begint er al aardig uit te zien. Dus ik ben erg tevreden hierover. Ik ga nu vanuit deze kant proberen te haken. Zo. En ik hoop dat ik het al desondanks niet te strak ga doen. Daarom haal ik hem ook nog wel eens uit. Omdat ik hem dan toch te strak vind. Maar dat komt omdat hij dus, dat ding, dat trekt hem ook nog eens extra. Dus dat is een beetje het probleem. En ik ga nu tegen mijn ding werken. Dus ik ga nu zo eens kijken of dat werkt. Maar ja, dat werkt ook wel op deze manier. Want hij mag echt goed los. Nou, ik ga deze in ieder geval afmaken. En als ik klaar ben, dan kom ik terug en dan gaan we samen weer verder naar de volgende kleur. En zoals je ziet trekt hij nou wel heel erg strak, dus let daar echt heel goed op. En omdat het natuurlijk best wel een lang ding is, werkt het ook niet mee, want het is natuurlijk, het blijft plastic. Of nou ja, ik weet eigenlijk niet wat verspild is, maar het, ja, het voelt een beetje aan als gebogen plastic of zo. Maar goed, plastic kan glijden. Dus mochten jullie het weten waar deze materiaal van gemaakt is, dan hoor ik dat graag in de beschrijving. Dus bij deze. Nou, ik ga in ieder geval deze afmaken en dan gaan we zo verder met de volgende kleur. Oké, met deze rij ben ik ook klaar. Het begint er echt goed uit te zien. Ik ben blij dat ik het twee voor twee rijen gekozen heb, want het ziet er echt heel goed uit. Ik ga nu weer terug in het gat. Mijn nagellak. En vanuit daar ga ik weer een soort knoopje maken. Of ja, hoe je het wil noemen. En dan gaan we door naar de volgende kleur. Ik ga deze eventjes aan. Oké, dat bedoel ik dan. Dan heb ik net één draadje niet. Want er bestaan altijd drie draadjes. En heb ik die ene nou net niet bij de hand. Maar goed, daar kunnen we ook niet zoveel aan doen. Zo. Nou, wat je dus nog eventueel kan doen, is dat je een knoopje gaat maken. Dus alle twee de kleuren bij elkaar. En dan maak je, ja, wat zal het zijn, twee knoopjes of zo. Eén voor de bevestiging, of één voor het vastzetten en één zodat de ander vastgezet worden. En één voor de, ja, bedenkingen dat die vastzit. Zo. Oh, dat wilde die dus niet doen.
Nou, dat doe ik dus ook bij de ander. En wat ik al heb gemerkt is, als je dus zo'n tool klaar hebt en je gaat verder haken en je hebt dus twee van die dingen, doe het meteen, want het gaat echt in de weg zitten uiteindelijk. Als je de andere tool wilt eindigen, dan zit het enorm in de weg. Dus doe het alsjeblieft meteen, want dan ga je van jezelf niet zo gek worden. En als het ene touwtje wat kleiner is dan het andere, wat kan je dan uiteindelijk gewoon doen? Pak je gewoon het langste touwtje en die wikkel je in het kleinste touwtje. That's it. Het is heel makkelijk eigenlijk. De hamsters lopen ook rond. En ja, ik heb ook nog een hamsters. Die zal ik nooit vergeten. Maar Knoep, het is echt een knoeper. Die heeft zijn zusje uit het nest geduwd. Echt een rotzak. Eigenlijk gewoon. En zijn broertje, die had hij uit het nest gedouwd. Toen hij gelijk geboren werd, dacht hij, oké, ik hup jou eruit met zijn dikke reet. Dus vandaar dat het ook een knoepert is en vandaar dat hij ook Knoep heet. Maar het is voor de rest echt een schatje, echt een konijn van een schat. En toen ik hem zag, werd ik helemaal verliefd op hem. Net zoals bij Sun en Puck. Dus ik ben echt wel een dierenmens en ik hou enorm veel van dieren. Het is dat ik geen katten kan houden, want ik wilde heel graag katjes hebben. Ja, dus toen moest ik andere dingen gaan verzinnen. En omdat de hamsters eigenlijk overdag bijna niks doen. We hebben geprobeerd om er de dagdieren van te maken. Eigenlijk heel dom, maar ik vond het eigenlijk wel grappig. Vond ik het ook wel zoiets. Kijk, zo ziet het er dan hier uit. Het ziet er eigenlijk ook echt wel heel gaaf uit. Ik vind het, kan je net zo goed zo met een draad er doorheen, zeg maar. Dan krijg je hetzelfde effect. Ik vind het serieus echt heel gaaf om te zien zo. Ja, gek hè, dat zoiets kan. Nou, nu gaan we vanuit deze kant weer. Dus dit wordt weer iets makkelijker. En dan gaan we de geel pakken. Nou, precies weer hetzelfde. Alleen nu wordt het weer wat simpeler. Omdat we vanuit deze kant gaan. Maar ik merkte net al wel, als we zo haken en ik doe dit, dan lukt het op zich ook nog wel. Dus doe een lang touwtje ook in het begin. Dat maakt het wat makkelijker voor jezelf. Even kijken waar ik moet beginnen. Ja, ik moet weer volgens mij hier beginnen. Maar dat weet ik nou dus niet zeker. Nee, ik moet hier beginnen. Ik moet zelf ook nog een beetje kijken. Want hier zit hij zit zo. Dus hij moet nu weer daar naar beneden. Oké, let's go girl. There we go again. En dit moet je eigenlijk de hele tijd doen. Ik vind het echt simpel en superleuk. Het geeft juist wel een touch van, ik heb het zelf gemaakt. Maar het geeft ook een gevoel van, oh, ik vind de kleurtjes eigenlijk best leuk. En deze kleur, nee, mijn oma had een donkere kleur. Die heeft een polo gemaakt, ook echt super leuk. En die had ze ook met zo'n kleurtje, alleen die was nog donkerder dan deze. En ik had echt zoiets van, oeh. Die is wel heel donker, maar ja, mijn oma houdt niet, die houdt wel van fleurigheid, maar niet zo heel erg van fleurigheid. Dus ik had al zoiets van, oeh. Maar ik vind dit, deze combi, vind ik echt heel erg leuk. Ja, en dit gaat natuurlijk super makkelijk. Ik weet niet waarom ik bij die andere moeilijk doe en bij deze makkelijk. Dat vraag ik me nog wel een beetje af. Maar waarschijnlijk des te thuis dan leer ik het wel. In ieder geval, ik ga deze rij afmaken. En als ik klaar ben, kom ik terug en dan gaan we samen weer verder. Oké, ik ben er weer klaar. En zoals je ziet, begint het er al wel echt heel gaaf uit te zien. En ik ga hem weer afhechten. Heel makkelijk en simpel. Maar ik heb nog wel een weggetje te gaan hoor. Ik ben niet 1, 2, 3 klaar. Maar dat vind ik ook niet erg. Dan doe ik altijd lekker als ik koffie ga drinken met mensen. Dan pak ik mijn hakenwerk erbij. Dan ga ik gewoon lekker zitten haken. Kan mij iets schelen. Oké, tweede tour. There we go again. Oké, ik ben nu natuurlijk de onder geweest. Dus ik moet nu weer de boven gaan. Dit wordt nog wel wat. Ik ben heel benieuwd hoe de tas gaat zijn als die echt klaar is. Ik heb namelijk net de dingen afgerond. Mijn t-shirtje of mijn bolero. Ziet er ook weer zo gaaf uit. Het zijn allemaal te gave dingen eigenlijk. En dan komt binnenkort. Komen er weer nieuwe kledingstukken online. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe jullie dat gaan ervaren.
Maar goed, ik ga deze klaarmaken. En ik ga weer filmen als ik weer verder ga. Want ja, ik kan dat hele traject wel gaan filmen. Maar jullie snappen denk ik inmiddels wel een beetje. En ja, ik zal steeds stukjes gaan filmen hoe ver ik ben. Zodat je een beetje kan zien hoe het eruit gaat zien. Want ik snap dat dat leuk is om te zien. Dus ik zou zeggen, tot later. Oké, lieve mensen, zoals jullie zien ben ik alweer wat verder. En ik heb hem afgehecht gewoon met knoopjes. Het ziet er echt wel redelijk goed uit. Het is ook, je kunt ook allebei de kant op zich doen. Het is echt, oh, het is zo mooi aan het worden. En ik doe nog steeds om en om. Maar wat je eventueel ook zou kunnen doen is gewoon allemaal één kant. Want als je echt heel goed dichtbij kijkt, dan zie je het niet eens. Je ziet geen verschil. Ik weet vanuit mezelf dat deze zo loopt en dat die zo loopt. Maar je ziet geen enkel verschil. Maar ik vind het zo'n gaaf kleurenpatroon. Ik ben hier zo, echt zo ontzettend trots mee. Maar wat ik even wilde zeggen is, voordat ik nu verder ga, ik ga hem knippen door de midden. Want ik merkte, dat is eigenlijk echt heel vervelend. Ik ga hem dadelijk dubbel vouwen en dan ga ik hem knippen door de midden. En waarom doe ik dat? Omdat die baan, zoals je hier ziet, die loopt niet recht. Ik loop dan precies op dat ding af. Dus deze, die kan ik wel net maken, denk ik, tot en met hier, denk ik. Zo, dit stukje. En dan houdt het op. Dus ik kan niet verder. Dus ik ga hem door de midden knippen. En dan ga ik gewoon. En dat maakt het ook wat makkelijker met het haken. Want ik merk dat door dit lange stuk krijg ik hem niet zo makkelijk mee buigzaam en andere dingen. Dus ik denk dat dit ook echt de beste oplossing is. Kijk deze structuur, mensen. Love it. Echt love it. En ik overdrijf echt gewoon niet. Ja, wel een beetje, maar ik hou ervan. Maar dit is echt gewoon. Oh, zo strak en zo mooi. En ik ben zo trots op mezelf dat dit me gelukt is. Maar goed, ik ga in ieder geval weer verder haken. Ik ga hem afknippen. En dan weten jullie in ieder geval dat hij dus twee kanten gaat hebben. Dus ik ga hem uiteindelijk aan elkaar naaien, want anders lukt het niet. Dus ja, dus even bij deze een kleine update tussendoor. En dan gaan we weer verder. En dan hoop ik. Oh nee, ik heb wel zeggen, ik had hem nog niet geknoopt. En dan ga ik weer verder. En wat ik wel iedere keer tussendoor doe, is flink trekken aan allebei de kanten. Dus alsof het een touw is. Flink trekken. Want daardoor krijg je dat dit mooi strak gaat worden. Want anders gaat het kreukelen. Iedere keer in iedere toer een beetje trekken, zodat de wol ook meegetrokken wordt. Want hier zie je bijvoorbeeld, hier zit hij wat losjes en hier zit hij wat strakker. Dus echt goed trekken. Kan echt geen kwaad bij dit, merk ik al. Dus ik ga nu verder haken. Ik ga het knippen en dan zie ik jullie later weer. Oké, op dit moment ben ik zo ver en ik film iedere keer een heel klein stukje. En sorry voor mijn nagel. Mijn nagel was afgebroken, of althans een gedeelte, dus die moest ik even repareren. Dus vandaar, als het er gek uitziet, sorry. Ik ben inmiddels zo ver, het is bijna mijn gehele hand. Maar omdat ik merk dat het nu erg moeilijk is om te haken, heb ik iets bedacht. Ik ga namelijk hem oprollen. En dat is ook aan deze kant, dus ik sla hem andersom. Zo ziet het er ook erg mooi uit, moet ik zeggen hoor. Als je dan niet oplet, dan krijg je dit, zeg maar. Maar ik vind dit ook heel mooi. Wat ik dus doe, is ik sla hem om. En dan nog een keer. Totdat ik zeg maar bij hetgene ben waar ik moet zijn. Dus dat is hier tussen. En dit stukje hou ik dan over. Dit zet ik dan vast met klemmen. Of met een speldje. Of met iets anders, net wat je zelf hebt in huis. Zodat dit vast zit. En zo kun je makkelijker haken. Want zo op deze manier kun je hem dan beter vasthouden. Dus even kijken. Ik moet nou deze kant ophaken. En dan rol ik ze allebei tegelijk. En dan kan ik hem zo vasthouden. En dan haak ik ook het beste. Oké, ik heb hem heel even in de standaard gezet. En wat ik dus wilde laten zien is, je kan hem dan zo vasthouden en je kan hem zo vasthouden. En hoe ik dan haak, dat wilde ik dan ook even laten zien. Want dat is misschien ook wel een fijne tip voor jullie. Ik ga de camera iets hoger plaatsen, zodat jullie het nog beter kunnen zien. Ik haak dan natuurlijk met de hand naar beneden. Dus ik ga hem nu. Ik ga hem iets korter ga ik hem maken, zodat ik nog beter kan vasthouden. Bij ieder ding is het ook weer anders, zeg maar. Zo. Nou, ik heb de gele gehad, dus ik ga weer verder met de roze. En ik maak weer zo'n lang touwtje. En ik ga hem schuin haken nu.
En wat ik dus doe, ik moet in de bovenste zijn. Ik ga het jullie laten zien hoor, maar we moeten eens even verder haken, want anders kan ik het niet laten zien. Ik haak dus, en ik pak de achterste lus, zodat ik meer ruimte heb om te trekken. Dus ik ga naar achteren, ik pak hem ook van achteren en dan haal ik hem naar binnen. Want als je hem zo haakt, kijk, als ik hem zo haak, dan houdt hij hier op en dan moet ik trekken. En daardoor merk ik dat hij best wel, dus de haaknaald die zit daar nu en die trek ik zo naar beneden. Dus dan krijg ik een grotere lus en wordt het nog makkelijker om hem te haken. En op die manier kan je dus ook beslissen hoe je hem vast kunt houden. Nou, ik wil dit graag gaan laten zien, maar ik weet niet hoe. Dus ik ga het zo even proberen. Hier zit een lus. Mijn haaknaald zit hier. Dus ik ga deze even buigen. En wat ik dus doe, is ik pak hem daar. Dus ik ga hem erachter. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Ik haal hem erachter. En de achterste lus pak ik hem dan. En dan haal ik hem naar voren. Ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Maar ik ga dus zo ga ik in, pak ik daar de lus en trek ik hem zo naar achter. En op die manier krijg je dus ook een mooiere en grotere lus. En ik heb hem in de verkeerde gepakt. Dat gebeurt ook wel eens hoor. Dan ben ik zo enthousiast aan het haken en dan denk ik van oeps, verkeerde vakje. Maar op deze manier ga je ook lekker losjes haken. En hoef je ook geen... Kijk, want nu bijvoorbeeld heb ik hem dus... te strak gepakt. En dan zie je dat hij meteen gaat trekken. Als je aan de achterste kant pakt, dan zie je dus dat ik ook meer speling krijg. En dat is gewoon iets om eventjes ja, bij na te denken. Maar het werkt wel. Dus je gaat naar achteren toe helemaal, pak de lus en dan haal je hem naar boven. Ik hoop dat ik het jullie een beetje kan laten snappen. Want ja, anders kom ik natuurlijk ook niet heel erg ver. En dan zie ik jullie later weer als ik weer een stukje verder ben gaan haken.